Dit is een nieuwsuitzending. En die gaat voor de tweede keer over een vrouw. En die heet Cynthia McKinney. En ik kwam een opname van haar tegen. In een filmpje over Muammar Gaddafi. And the truth about Libya. Dat is een re-upload. De vrouw die je momenteel in beeld ziet, die doet er niet toe. Want die was net aan het woord. En volgens mij zat zij niet te liegen. Maar nu Cynthia McKinney. Things in life. You pay for your books. Zullen we het even rustig kort op taak? Nothing? No. Kijk, wat zij dus vraagt van, wat betalen jullie voor jullie boeken? Ja, hallo. Dan kan ze er ook nog naar de boekwinkel gaan. Nee, daar gaat ze even een toneelspelletje van maken. En dan gaat ze opschrijven dat het onderwijs in Libië, dat was gratis. Dat is free, you know. Dat is in Libië free. Kijk, Cynthia McKinney kan schrijven. Dus ze gaat zo dadelijk terug naar Amerika. En dan gaat ze zeggen, waarom doen we dat hier niet? Nou, zeggen ze daar, ja, de Amerikanen zijn te stom om ze iets te laten leren. En alleen iemand die geld heeft, die willen wij hooguit leren vertellen van een beetje onderwijs. Maar in Libië dachten ze er anders over. Hè? Ja, en Cynthia McKinney, die viel helemaal stijl achterover. Want die zegt, ja, ik ben Cynthia McKinney. Ik wist aan Donald Trump ook al geen twee vragen te stellen. Oh, maar dat hebben we gemist. Wacht eventjes. Want ze zegt dan dat ze twee vragen heeft. Ja, misschien komt dat zo dadelijk nog. When you say free, do you mean no money at all? Kijk, Cynthia McKinney heeft echter uitermate grote twijfels bij het denkvermogen van de gemiddelde Libiaan. Hè? Dat ze denkt, ja, het zijn Libiërs en die weten echt niet wat Engels is. Zelfs Perry Franciscus Martinez Winkel, die snapt niet wat free betekent. Dat betekent, puntje, 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 gratis. Stomme loopjongen. Just the free movie. Ja, inderdaad. Dus Libiërs liegen niet. Ah, dat meen je niet. Ik ben hier een land in waar mensen niet liegen. Ik ben in de hemel beland. Yes, free, yes. 16 dinars a year. It means nothing. Kost 1 dinar per jaar. Je hebt de dinar en de dirhum of zo. Ik denk 1 zilverstuk per jaar of zo. Ter waarde van 1 kip. Nou, en dan ook maybe 40. En Cynthia McKinney moet schrijven, hè? Want zij is een overheidsdienst. No. Ja. 16 dinar. Zo moet ze schrijven. Hoeveel dinar precies? Tell them yes. That my cousin yes. In the United States. I'm from America, yeah. Has a master's degree. I do magister. Okay. She now owes the bank more than $100,000. And the bank. Okay, dus in Amerika, als je daar gaat studeren, dat is trouwens hier in Nederland ook. Ja, dan betaal je helemaal blauw. Joh. Waarom eigenlijk, hè? Nou, de enige reden dat je blauw betaalt is omdat het verplicht is. Hè? Door mijn dochter, die had ik 1 uur per dag onderwijs gegeven, al die jaren lang. En dat was een hell of a lot smarter dan nu. En dan had ze in ieder geval de fast Fourier transformation gekund. Ja, dat onderwijs van hier, ja, dat staat helemaal nergens op. En in Libië, ik weet niet of het zoveel beter was hoor. Ik weet ook echt niet wat die Cynthia McKinney daar komt lopen zeuren over in het onderwijs. Yes. Because she had to pay tuition to go to school. Yeah. I know that because you know. No, tell them. Make sure they tell them. Oh, dus Cynthia McKinney, die zit er even te zeggen. Nou, wij in Amerika zijn er heel slecht aan toe hoor. Ja, maar dit was toch voor die bommen van haar fijne volk? Van de fijne Donald Rumsfeld? Die leugenaar. Die zij heeft een beetje heeft lopen ondersteunen. Maar het wordt nog veel erger hoor. Laat dat mens maar gewoon lekker de gang gaan. In een mooie overhemd.
We are free, you know. So in the United States, to get an education is almost impossible. Yes, قلت لك في أمريكا عشان تحصل تعليم مستحيل. We here. Well, in Amerika hebben ze namelijk geen internet. Dat is echt heel erg, hè, waar Cynthia McKinney bij stilstaat. Van in Amerika, daar kan je wel een iPad kopen via Korea, maar die doen het allemaal niet. Hè. Dus je kan niet naar www.wiskunde.nl gaan. Dat kan allemaal niet. Dat is onmogelijk in Amerika. Ja, en het kost dan, als je dat wel mogelijk is, klauwen mijn geld. Nou, fijn zo, dankjewel. En hoe komt het eigenlijk, mevrouw McKinney? Ga je daar wat aan doen? Of een beetje lopen zeuren tegen de Libiërs van help ons het internet aan te sluiten, zodat onze kinderen gratis onderwijs ongeveer een uur per dag kunnen krijgen? Jank konijn. Very special. Free, yes, free, yes. Tell them lucky. Yeah, that's going to my Well, actually I have two questions. Kijk. En nu moet je naar voelen, hè? Goed opletten naar hoe regie in elkaar zit. Zij zei hier letterlijk, actually, I have two questions. Dat was bij Donald Rumsfeld ook zo. En die eerste vraag die ging dan over, wat was het ook alweer? En het andere was met AIDS. Er waren gewoon twee vragen door elkaar heen, iets over het geldsysteem en AIDS. En toen kwam er de tweede vraag. En Donald Rumsfeld zo van, ja, wat was de eerste vraag eigenlijk? Ja, dat vond ik ook nogal gek. Ja, ging die over geld of ging die over AIDS? Nou, en welke twee geniale vragen heeft deze zwarte vrouw, de wat donkere vrouw, met mooi geel papier, maar dat komt misschien wel door de kleurverzadiging van de opname of zo, hè? Maar ze heeft hele mooie witte tanden. En welke geniale vragen heeft ze dan eigenlijk aan de mensen daar in Libië die zo dadelijk gebombardeerd zullen gaan worden? En niet alle vrouwen zijn niet verkracht. If that's okay. The first question is, if you have any... Gelijk komt er iemand naar voren lopen en die praat door haar heen, hè? En die komt ook in beeld. Dit lijkt me echt geregisseerd, hoor. Even terug. Well, actually, I have two questions, if that's okay. The first question is, if you have anything... Hij zei wat. Hij praatte door haar heen. En wat hij zei was iets van, hoor je nou? Ah, goed, oké. To say to President Obama, what would it be? Kijk, en hij doet zijn rechterarm omhoog. Hij zit haar te ondersteunen. Zie je dat? Die anderen staan een beetje toe te kijken. En hij heeft zoiets van, geef antwoord. En wat was de vraag nou? Oh, hij is een tolk. Oké. Hij is een tolk. Dat klopt nog. Hallo. Zij stelde een vraag aan iemand op het podium. En nu gaat een vrouw met een hoofddoek antwoord geven. Oké. Maar wat was de vraag nou ook alweer? De tolk was dus te laat. The first question is, if you have anything to say to President Obama, what would it be? Oké. Dus de vraag is, als je iets op je verlanglijstje wil zetten aan Sinterklaas, wat zou dat dan zijn? Dus als jij mij zou vragen, wat heb jij te vragen aan president Obama, die inmiddels weg is, dan zou ik zeggen van, hoeveel procent krijg ik eigenlijk? Want ik vind dat 98% van het vermogen van president Obama, wat hij vergaard heeft over onze ruggen, over onze verkrachte kinderen, over onze vermoorde grootmoeders, een beetje terug, hè? Een klein beetje maar, man. 100.000 euro per lijk. En die kinderen iets meer natuurlijk. Die omaatjes die... 30.000 euro. Als ze echt oud waren.
Niet dat ze nog een paar jaar te gaan hadden. Dat zou ik willen vragen aan president Obama. En Cynthia McKenna, die heeft zoiets van, kijk, ik heb een mooie witte jurk aan. Ik heb een tolk, die was weliswaar te laat. Maar goh, ik lul lekker door met mijn fijne verdiende vermogen. En ze verdient het over de rug van onschuldige mensen. Bah! ما فيش امتحانات الاول قصفونا واحنا في لحظه امتحان كنا قصفونا شو سدت او gelukkig heeft ze de pen bij zich en kijkt ze naar de tolk en dan gaat die tolk uitleggen goed oplet hoor gaat ze het opschrijven hoor we have a hard time to make a final examination we have a hard time making a final examination is dat correct Engels of weet ik niet they are trying to just finish this final examination. Oh, de herinnering. De uiteindelijke herinnering moet herinnerd worden. Nou, nu heeft Cynthia McKinney iets te schrijven aan haar grote vriend van president Obama, die gewoon onder zijn neus Obama, wat is het ook weer? Obama B? Nee. Guantanamo B. Lekker open hield en Irak vol heeft gemet met bommen. Maar wat maakt haar eruit? Ze heeft een mooi wit shirtje en zo dadelijk zit ze weer lekker in de jacuzzi. Dan gaat ze daarna gaat ze sushi eten en champagne drinken. So, they like they working under fire. أضرار مادية في تلك اللحظة وبعدين عقبت أضرار نفسية طبعا ما عادش بيقدروا يتحملوا First it was physical just damaging and now this started to be psycho damaging. صارت انهيارات ze schrijft zich helemaal kapot hè. Je kan je natuurlijk ook voorstellen dat de Amerikaanse overheid die graag wil weten hoe het met het Libanese volk gaat, dat ze een website openen met een enquête. En dan kan je dus 100.000 Libiërs in een dag eventjes vragen hoe het gaat. Ja. Dan heeft Cynthia McKinney niet een baan. En ze wil graag een baantje met een leuke stropdas en een beetje leuk uitzien. En zo dadelijk in de jacuzzi liggen. Asabiya li ba'd al-fatayat. It's collapse for civilians, you know. Especially for girls, you know. Halat al-faza. Terrifying, you know. Angstaanjagend, weet je wel. Zo dadelijk is alles weg. Ja, inderdaad. Het is ook allemaal weg. Ik heb een vriend uit die komt draaien. عندك سؤال؟ He has a question for you. Yes. نبي نعرف وين حماية المدنيين؟ شو قرار 1970 73؟ He asked about what the, you know to protect civilians. What is this? Wat ga je doen om de burgers te beschermen? Nou, Cynthia McKinney haar baan is om stupide vragen te stellen en een beetje mensen aan het woord te laten en dan gaat ze een beetje aantekeningen maken op een notitieblok van de HEMA. Of van een Amerikaanse HEMA. Je wil geen samensweringstheorie opstarten waar dat notitieblok vandaan komt. Maar die pagina's die gaan ze dadelijk gewoon in de shredder. Of in de prullenbak. Ze zal er niet de billen mee afvegen, want het zal wel houtvrij papier zijn. Ik meet met een. This, you know, to protect the civilians like this. When we are civilians, you know, we are not military. Yes, yes. So, my second question would follow on your question. Yeah. And that is... Wat ze nou zegt is apart. De eerste vraag was, wat zou je tegen president Obama willen zeggen? Nou, ik zou zeggen, dus terug met die poen. Schadevergoeding, hele familie leegplunderen. Want die Barry Saturno, of hoe heet die, je mag geen vieze woorden zeggen, want het is voor 8 jaar en ouder, maar hoe heet die eikel? De hele familie, man, die sterven van het geld. Oké, terug met die poen, dat is het eerste antwoord. En nou, dan zegt ze, mijn tweede vraag haakt in op jouw vraag. Nou, Cynthia McKinney is kennelijk telepathisch. Want die wist dus van, ik heb twee vragen. En dan is de eerste vraag ga ik stellen van, wat wil je dus vragen aan president Obama? Nou, die is nou beantwoord door Perry Winkel. En dan gaat iemand anders een andere vraag stellen. Wat ga je doen om de burgers te beschermen? Nou, dan heeft zij gelijk de tweede vraag. What do you think of the NATO explanation for why they are doing this, that this is humanitarian intervention. Is NATO telling the truth or not? Is NATO telling the truth or not?
Nou, dat is een ja-nee vraag, lijkt mij. Hè? Want of je liegt, of je zit er een beetje beating around the bush. Ja, de NATO, dat is een soort lampgeschoten kip, hè. Die klojo's, die waren ten tijde van 9-11 niet eens in staat om de boel te beschermen. Dat zijn een stelletje pussies. In Afghanistan heeft de NATO de Taliban opgericht. En dan gaan ze achteraf lopen zeuren. Ah, de Taliban hebben de Twin Towers kapot gemaakt. Ja, had ze dan niet opgericht. En trouwens, de Taliban heeft het helemaal niet gedaan. Dat is gewoon helemaal niet waar. Onzin. En Cynthia McKinney weet het ook wel hoor. Maar goed, ze heeft nog steeds een mooie witte shirtje aan. En de mooie HEMA-blok met die aantekeningen. Die zo dadelijk gewoon in de prullenmand gaan. Can you see in the back? Okay. Terug naar de tweede vraag. Even kijken. Deze jongen die staat op zijn beurt te wachten. Of the NATO explanation for why they are doing this, that this is humanitarian intervention. Is NATO telling the truth or not? Conspiracy. Can you see in the back? De vraag was, spreekt de NATO de waarheid? En zijn antwoord is conspiracy. Oké. We don't have any military camps here. It's a university. Yes. Very decent educational and medical system. Dan gaat hij weer door. Dit is een documentaire over een soort van verzameling van mainstream media over Libië. En hier zag je Cynthia McKinney in actie. En wat zij gedaan heeft, is uitermate lelijk. Je mag niet meewerken aan de leugen. Het kan wel leuk lijken. Je hebt een mooie baan. Je mag eerste klas vliegen. En je mag helemaal naar Libië toe. Terwijl de bommen vallen. En je mag met je mombakkers op tv. En je staat te liegen. En tegen wie? Tegen de vader, die de zoon is. Tegen God of iemand zoals ik. Of zit je te liegen tegen de mensen die het goede willen doen? Dat je zegt van ja, ik ben hier en ik ga jullie helpen, want ik heb een notitieblok. En dan ga ik zo dadelijk niet mijn billen mee afvegen, want dat doe ik liever met toiletpapier. Dan doe je niet echt het werk van Christus Jezus. Dus Cynthia McKinney, bekeer je. Treed terug op je pad. Repent. Terugkeren. Dit mag je niet doen, mevrouw McKinney. Je hebt die belachelijke toneelvoorstelling opgevoerd met Donald Rumsfeld. Met hem allemaal hele rommelige vragen te stellen. Waar die man toch echt geen antwoord op kan geven. Want ze waren zo rommelig geformuleerd. Je had 3, misschien wel 4.
en dingen roepen als ik wil een antwoord zien voor het einde van deze week. Nee, maakt mij het uit. Ik wil gewoon een antwoord zien. En ik wil dat andere mensen geïnformeerd worden over het feit dat de Amerikaanse overheid onder andere zaken achterhoudt. En dan ben je een kind van het volk. Dan ben jij een zoon der mensen. Dan mag jij een grote zijn. Maar dan moet je wel van het volk zijn. En als je gewoon blijft liegen, lieve turthola. Ik wil even je mondbakkers nog in beeld halen. Dat iedereen weet waar ik het over heb. Maar dit is toch echt Cynthia McKinney, hoor. Is toch echt diezelfde vrouw. En zij is schuldig. Niet in mijn optiek verder, want ik heb alleen maar medelijden met dat soort mensen. Maar zij is schuldig voor haar eigen relatie met mensen die het best goed bedoelen. Ik heb een Mohammedaanse vriend uit Libië, die is daar geboren. Nou, ik kan je vertellen dat wat ze met zijn land hebben gedaan sinds hij daar vertrokken is, onder het mede toezicht van Cynthia McKinney. Nou, dat is niet zo heel leuk, hoor. Dat is daar allemaal Ausweisbieten. En dan van iedereen die heel toevallig trouwens net zo donker is als Cynthia McKinney. Terwijl Libiërs zijn niet zo donker. Hè? Maar in Libië, als je daar over straat gaat als Libiër. En dan krijg je dus van die mensen zoals Cynthia McKinney qua huidskleuren. En die hebben allemaal Kalashnikov om de schouder. En die zegt Ausweisbieten. Op zijn Afrikaans dan. En al die Libiërs die schijten 7 kleuren stront voor die dolgedraaide soldaten. En waar komen ze eigenlijk vandaan? Het Cynthia McKinney-land. Wie weet. Nou, dank jullie wel dat jullie hier naar geluisterd hebben. En dat jullie ook meevoelen dat ik dus kennis heb met iemand uit Libië. Ik heb ook kennissen die uit Jemen komen, Marokko komen, Turkije, vrienden. Hè? En ja, heb medelijden met die mensen. Het is natuurlijk niet leuk dat ze hier een beetje zitten te huilen als de Joden bij de rivieren van Babylon. Van dit vinden we ook niet leuk. En dat was in ons eigen land, zijn we weggebombardeerd. En hier krijgen we een of andere zuinige Marcel van Dam eenheid. Wat gewoon een soort hondenkot is. Het kots van de daklozen in het straatportiek. Bah. Maar laten we medelijden hebben met die Libiërs die te grazen genomen worden door mensen als Cynthia McKinney. En you believe me, we pakken Cynthia McKinney, nemen er al de vermogen af en zij mag gewoon wonen in de Bijlmermeer. Bij Gliphoeve 13C krijgt ze. Hoe heten die huisnummers daar? Dan heeft ze ook genoeg. Mag ze elke dag naar de toko. En lekker koken voor zichzelf en aanschuiven met die andere mensen daar. Die ook haar huidskleurtje hebben. Maar dan gewoon voor een normale vergoeding. En niet zitten ze belachelijke voorstellingen geven. Voor wat krijgt zo'n, op zijn Surinaams gezegd, wat krijgt zo'n bitch in de maand? Denk je dat ze dit doet voor 10.000 euro? Think again. Dus de reuze bedankt. En op zijn hamburgers, zaak hier. Tjus. En dag lieverds.